Salland Sport. Salland 1. Nabeschouwing. En hier is met Arnoud Kok van tafeltennisvereniging Heino. Goedemiddag, Arnoud. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. En fijn dat je even tijd hebt, want jullie hebben een mooie overwinning behaald tegen Campenion. Klopt. Kampen is dat toch, hè? Ja. Ja, tegen team 2. En 3 tegen 7 is toch wel een resultaat waar je mee thuis kan komen, volgens mij. Ja, zeker. Hele mooie uitslag. En als ik dan even naar die uitslagen ga kijken, dan heb jij het ook weer goed gedaan. Hoe kijk jij in ieder geval terug op je eigen wedstrijden? Wel goede wedstrijden gespeeld ook. En er zitten wel wat lastige spelers bij. Dat verschilt heel erg natuurlijk bij tafeltennis of iemand je ligt of niet. Maar ja, wel zelf wel goed gespeeld. Mm-hmm. Het gaat gedurende het seizoen elke keer wel een beetje beter, zeg maar. Dus, ja, precies. Want kijk, wij hebben het natuurlijk altijd wel eens over sporters van... je hebt je dag af en toe niet, maar dat zal jou ook af en toe gebeuren. Ja, zeker. Ja, ja dat is wel... soms is dat wel lastig als je dat niet hebt. Maar, ik moet heel eerlijk zeggen, in de wedstrijden die ik dan zie op de uitslagen-app, zeg maar... lijkt dat niet zo. Je altijd een goede dag hebt, maar... het gaat dit seizoen wel... een paar winstpartijen sowieso wel goed inderdaad. Maar je hebt wel de ene keer speel je gewoon wat lekkerder dan de andere keer. En dan, dus ja, dat is echt wel verschil. Ja, ja. Precies. Hey, hoe kijk je terug op de algehele speeldag van deze week tegen Kampen? Wel een goede uitslag. Sowieso wel. Het was op zich wel jammer. Tom die bij ons in het team zit, die won helaas geen één wedstrijd. Mm-hmm. Dus dat is wel zonde. Die speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen. En ja, je hoopt dan gewoon dat hij ook weer een beetje lekker gaat spelen. Hij heeft vorig seizoen in de derde divisie niet heel lekker gespeeld. Dus dat, dan hoop je dat zo een beetje... dat hij er ook een beetje doorheen komt, zeg maar. Ja, dus precies. Dat was wel jammer. Ja. Maar de uitslag zelf, was gewoon goed. Ja. In de dubbel trouwens met jou heeft hij wel gewonnen, hè? Ja, zeker. Ja, dat was leuk. Ja, precies. En tot nu toe, hè, want we hebben het er vaker over gehad. Met Heino ben je al een aantal keren kampioen geworden. Maar dan is toch die klasse daarboven is dan best wel pittig. Je had het net over die indeling. Hè, dat Tom bijvoorbeeld zware wedstrijden had. Maar is dat ook iets waar een tegenstander naar kijkt? Van hoe ga ik die opstelling bepalen? Kan wel. Ja, je speelt natuurlijk 3-3. Dus je speelt... wel tegen iedereen een keer, maar het kan zijn als jij... Je mag als uitspelende ploeg, zeg maar, als laatste je indeling maken. Dus het kan wel als jij iemand hebt waar een goede speler bijvoorbeeld niet tegen kan spelen... of het altijd lastig heeft, dat je dat als eerste wedstrijd doet bijvoorbeeld. Precies. Ja, dat kan, ja. Ja, ik heb zelf in de tennissport gezeten en dan deden we dat ook. Hebben we gelijke speelsterktes, maar dan gingen we toch in onze opstelling... lieten we toch sommige spelers tegen andere spelen... die ze dan qua niveau eigenlijk gelijk waren, maar toch de baas waren. Hè? Dus, maar zo doet je tegenstander doet dat ook. Dus het is af en toe ook een beetje schaken. dat is het. En dat is op zich ook wel leuk. We hadden nu... Remco, die bij ons in het team zit, die had vorig jaar die van eentje verloren. Mm-hmm. Dus die was wel op gebrand om van hem te gaan winnen, zeg maar. Dus die wou gelijk tegen hem. Ja. Dus wij dachten is dat handig? Maar nee, hij wou kost wat kost daar tegen beginnen. Dus dat kan inderdaad wel. Je kunt wel denken van, als je lekker bezig bent, dat je liever als derde tegen zo iemand speelt. Maar, dat is wel verschil. Ja, ik kan me voorstellen dat je zo daar ook samen naar kijkt. Jullie gaan aan kop volgens mij nu in de stand. Mm-hmm. Je staat dan 5 punten los. Nou heb je natuurlijk veel partijen. Hè, dus je kunt na 1 week kunt ook weer kwijt zijn als je niet goed presteert. Maar dit moet jullie toch tot tevredenheid stemmen. Ja, absoluut. Ja, we draaien best wel goed eigenlijk. En we hebben nu 2 wedstrijden echt wat minder gedaan. Het zijn allebei wel uitwedstrijden geweest. Dus op zich, dat is dan altijd wel fijn om te weten dat je die sowieso nog thuis krijgt. Maar tot nu toe gaan we gewoon goed. Ja. En we hopen gewoon dat we het vast te houden. Dat we gewoon kampioen worden. Ja, en volgende week tegen Rijssen. En dan lijkt het is een beetje scorebordjournalistiek. Hè? Die staan dan ene onderste. Dan denk ik, dat moet 8-0 worden. Of sorry, 10-0 worden. Bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Op dit niveau is dat natuurlijk niet zo, hè? Nee, je hebt bij Rijssen is het zo, die spelen met 3 broers in het team. En er zitten er dan nog 2 andere bij, dus die zijn met z'n 5, maar die hebben 2 hele goeie. Mm-hmm. En de ene keer doet er eentje wel mee en de andere keer niet. Wij hebben daar uitgespeeld, toen speelde die ene wel mee. Mm-hmm. Toen werd het 5-5. En
als, kijk, 2 weken geleden tegen Entak. Toen ze speelde geen een van die goeie mee. En dan wint Entak met 10-0. Dus het is wel een beetje afhankelijk van of die meedoen of niet. Wat voor uitslag het echt gaat worden. Ja, dus dat kan van week tot week verschillen eigenlijk. Ja, bij zo'n team wel. Okay. Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Want ik zou bijna zeggen competitievervalsing. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want uiteindelijk is het zo dat je dat iedere week hebt. Dus dat kan gewoon verschillen van week tot week. En uiteindelijk sta je gewoon allemaal ingeschreven in die competitie. Dus maar goed, jullie kunnen er dan geluk mee hebben. Maar de tegenstander van de week daarna kan er gewoon vreselijke pech mee hebben. Ja, klopt. Ja, maar de eerste ronde hadden wij dan echt daarmee, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, je kan inderdaad hebben, als 2 keer die goede meedoen tegen jou, ja, dan heb je wel een probleem tegen die concurrent niet. Precies. Dat scheelt echt veel punten, ja. Ja. Nou ja, goed. Zo gaan we het volgende week zien als jullie gaan uitkomen tegenreizen. Dus ik hoop voor jou het beste dat je plek kan uitbreiden. En dat geeft alleen maar een stevige fundament voor een toekomstig kampioenschap en een toekomstig feestje. Ja, dat zou mooi zijn. Oké, nou, dankjewel voor nu. En dan wens ik je daar heel veel succes mee volgende week, Arnoud. En dankjewel. Tot gauw. Oké, tot snel. Fijne zondag. Doei. Hoi.